Nou, welkom in onze keuken. Nou, zoals je ziet zouden ze 8 werkdagen hierover doen, maar 2 weken verder en dit is waar we mee zitten. Stephanie is het zat. Al weken heeft zij te maken met uitlopende renovatiewerkzaamheden aan haar huurhuis van Woonstichting Den Helder. Er wordt gezegd dat het renoveren van de keuken 8 dagen in beslag neemt, maar bij haar wordt nu al meer dan 2 weken gewerkt en af is het nog niet. En dus is ook de overlast nog niet voorbij. We kunnen nog helemaal niks gebruiken, zoals je ziet. En gisteren hingen er ook de verkeerde kleurkastjes erop. Die hebben ze nu vandaag dan wel gelukkig in de goede kleur. Ook de buurvrouw zit in een frustrerende situatie. Je zit te kamperen in je eigen huis. Want beneden heb je geen water. In het toilet heb je een kraantje. Maar daar kan pas bijna niks onder. Dus je moet telkens naar boven om water te halen. Dus nou, dan moet je even uitrekenen hoe vaak je de trap op en af loopt. En klagen bij de woonstichting, dat helpt niet. Sowieso mijn moeder die werd echt ziek van al de stof. Dus, en toen zei mijn moeder dat. En toen werd er gezegd van ja, maar nou heeft iedereen in één keer longproblemen. Nou, weet je, als iemand zegt van sorry, excuses, we gaan er alles aan doen. Dan word je al minder gefrustreerd. Maar nu wordt er gewoon niet naar je geluisterd. Het is toch eigenlijk van de zotte als mensen u bellen dat ze dan worden weggestuurd. Of dat er wordt gezegd, helaas, we kunnen jullie niet helpen. Ben ik met u eens. En daarom gaan wij dit ook heel goed bekijken waar dit nu misgelopen is. Dus wij pakken dit heel serieus aan. Ja. Dat mag aannemen. U baat er ook van? Dat kunt u wel zeggen, ja. Woonstichting Den Helder is schuldbewust en doet dan ook een belofte. Ik heb gehoord van dat wij eind volgende week de keukens werkend hebben. Dus dat de mensen daar gewoon weer gebruik van kunnen maken. Dat belooft u? Dat is een belofte, ja.